Hallo, welkom bij Pure Living. Ik ben Stefanie. In deze video toon ik jou je heel gemakkelijk een plantaardige chocoladekoekje kunt maken. Het is heel gezond, de kinderen smullen er ook heel graag van. En met slechts 3 ingrediënten die jij waarschijnlijk nu al in huis hebt liggen. Op mijn website pure.gent kan je alle informatie terugvinden omtrent alle kookworkshops die ik geef. Ook voor kinderen en voor plantaardige recepten. En nu gaan we bakken! Dus dit zijn onze ingrediënten. Het kan echt niet eenvoudiger als je het bekijkt. Je hebt 2 bananen nodig. Pak rijpe bananen, want dan zijn ze veel gemakkelijker te pletten. Dan heb je havermout. Je kan ook vlokken nemen. Eigenlijk het verschil met vlokken en mout is dat mout gemixte vlokken zijn. Dus 1 van de 2, kies maar. Stel dat je strikt glutenvrij moet eten, dan kan je hier gewoon rijst- of boekweitvlokken pakken. En 150 gram van nemen. En dan tenslotte de chocolade, het lekkerste. Daar 100 gram van en minimum 70% aan cacao. Dus nu kunnen we gewoon alles mengen. En nu gaan we pletten! Ja, ja. Dus de bananen, ze zitten liggen, je plet ze gewoon met een vork tot het een moes wordt. Voilà, je moest de bananen plat. Het duurt al even, maar als je frustraties voelt of zo, kan je dat op de banaan uitdoen. En dan voeg je eigenlijk gewoon de rest toe. Zo simpel is het. De vlokken en de chocolade. En dan meng je weer. Het is ook een kwestie weer van een beetje meer te pletten, zodat je weer alles goed samen. Voilà. Deze consistentie heb je nodig. Het enige wat je nog te doen staat, is een hoopje maken. Op een bakpapier of op een bakplaat, kies maar. Ik heb een bakpapier die ik herbruik. En 5 à 6 keer of zo. En dat is oké, hè. Als ze proper blijven, lukt dat wel. Dus hier heb je bakpapier en dan maak je hoopjes. Het is ook een heel gemakkelijk recept om met kinderen te maken, want dan kunnen zij ook een beetje prutsen en hoopjes maken. Als je er geen zin in hebt om hoopjes te maken, want dat kan een beetje langdradiger zijn en wil je sneller jouw koekje, dan kan je eigenlijk gewoon een bakvorm nemen en alles erin steken en van de bakvorm zelf in de oven steken. Ik heb geen plaats meer. De hele pot moet liggen. Anders, ja, daar doen we niet aan mee. De pest blijft achter. En nu dat alles in hoopjes ligt, mag je die gewoon in de oven steken, 15 minuten aan 180 graden. Dit ziet er al zo lekker uit nu, ik heb er nu al zin in, maar bon, even wachten. Voilà, we zijn klaar. Dit zijn onze super lekkere chocoladekoekjes. Laat ze even afkoelen, maar ik denk dat je misschien te veel ongeduld zult hebben om ze op te eten. En dan kun je ze smullen. Je kan ze 1 week bewaren in een pot, maar ik denk dat dat al te vroeg op gaat zijn. Dit was toch het geval bij ons. Dankjewel om dit recept mee te volgen. Dus als jij of jouw gezin zin hebben in iets snel en lekker tussendoortje, dan hoop ik dat je dit gaat maken. Ik heb ook een website, pure.gent, voor mijn informatie rond de workshops. Als je meer tips wilt, informatie wilt, kan je op mijn Instagram en Facebook account gaan kijken. En mocht je meer video's willen zien, dan kan je op mijn YouTube kanaal verder abonneren en liken. Dus merci om te kijken en tot snel. Ciao!